François, 3-3 tegen Jong Ajax. Wat is jouw gevoel over de wedstrijd? Dat we het punt moeten koesteren. En dat we heel blij mogen zijn met een punt. En dat we tegen een hele goede ploeg gespeeld hebben. Ja, ik denk een moeizame wedstrijd voor ons. Naar mijn idee beginnen we op zich wel sterk. Het eerste kwartier, daarna krijgt Ajax wel echt de overhand. En dan is het wel zonde dat ze echt zo vlak voor rust natuurlijk die goal maken. Tweede helft lopen ze uit, dan weet je dat het een lastig verhaal wordt. Maar ook dat als je er weer eentje maakt, dat het publiek erachter gaat en dat we weer kunnen stormen. En dat is eigenlijk precies het scenario wat ook gebeurde. Ja, weet jij in de eerste helft wat weinig gezocht? Of je kwam weinig aan voetbal toe, vond ik? Ja, nee, dat vond ik ook. Ik denk, misschien niet per se weinig gezocht, weinig gevonden. Ja, we kwamen denk ik als team sowieso. We waren maar kort aan de bal. Zij waren vooral veel aan de bal. En als we hem dan hadden, dan was het inderdaad ook moeilijk om mij te bereiken. Dus dat was wel jammer. Maar zelf slecht gespeeld, denk ik? Nee, Ajax heel goed gespeeld. Maar matig in balbezit, moet je met me eens zijn, denk ik. Hij heeft ook met Ajax te maken. Ajax zet hoog druk, zet veel druk. In de eerste helft hadden we heel veel moeite om aan de bal te blijven. Dus onder die druk, ja, dan moet je vaardig zijn. Dan moet je je lichaam gebruiken. Dan moet je de bal wat langer houden om onder de druk van Ajax uit te kunnen spelen. Ja, dat zit ook in het verschil in intensiteit van Ajax. En dat deed de tweede helft iets beter. Dan zie je, kom je iets meer van de goal af te spelen. Ja, dat is ook weer een punt waar we met het team naartoe moeten. Dat we dus op het hoogste tempo, op het hoogste niveau... Nou, daar misschien nog een tandje tekort komen, maar wel heel veel hebben kunnen compenseren met werklust. En lag dat dan aan de druk van Jong Ajax of van het matige spel van NEC, vond jij? Ik denk allereerst gewoon een compliment voor Ajax hoe die dat doen. Die hebben dat gewoon goed voor elkaar. En ja, als wij dat uit willen spelen, dan moeten wij beter. Dus het is niet per se dat wij dan echt matig waren, maar wel zeker voor verbetering vatbaar. Als je ook onder zulke goede druk uit wil kunnen spelen. En, ja, dus daar kunnen we ook weer een stapje maken. Maar ook vaak als je onder de druk vandaan kwam, hè, met bijvoorbeeld een lange bal, dan werd er weer balverlies geleden, met name de eerste helft op het middenveld. Vond je dat van niet? Nee. Ik vond wel dat we als die lange bal kwam, dat we heel veel tweede ballen verloren. Dat we de balletjes die ertussenin vielen, hadden we het voor de wedstrijd eigenlijk een beetje over gehad. Die moet je proberen op te pikken, waardoor je dus kan daarna de passing kunt spelen om te counteren eventueel. Nou, daar ben ik wel met je eens dat die balletjes veel bij hun vielen. En soms is dat ook een beetje pech en toeval. Maar soms is het ook een beetje lezen waar zo'n balletje valt en aanvoelen. En ja, dan kom je dus steeds, als die ballen bij hun vallen, kom je steeds in het verdedigen terecht. En hebben we dat nog redelijk vol kunnen houden. Hebben we niet heel veel weggegeven. Ik denk zelfs dat we de eerste kans van de wedstrijd hadden met Jozef Kvida uit de corner. Nou, daarna werden hun sterker zonder echt kansen te creëren. En op het einde hadden we zoiets van, als we de rust kunnen halen met een 0-0 zou het mooi zijn. En dan valt hij in de 46e minuut. Ja, na een counter eigenlijk, naar eigen balverlies. Ja, klopt. Ja, niet goed inderdaad. Wij zijn aan het counteren. We verliezen eigenlijk te makkelijk de bal. Te frivol volgens mij, met een hakje. Mensen voor de bal. En daarna volgens mij kiezen we ervoor om niet in te stappen, maar terug te lopen. Ja, dan zijn we net te laat, dan valt die bal erin. En dan krijg je weer een penalty. Hè? Wacht je dan op scherpen? We hebben het er vaker over gehad, maar dat kan je wel aan jou overlaten. Ja, nou ja, tot nu toe zitten ze er alle drie in en het is de bedoeling om die lijn door te trekken. Ja, dan wordt het 1-2, 1-3 en dan recht NEC toch nog de rug. Zie je zoiets in de ploeg kruipen? Eerst die 1-1 nog en dan valt die 1-2 eigenlijk inderdaad veel te snel. Hè. Dwars door het midden volgens mij was die ook nog. Of was het 1-3, nou weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar dwars door het midden en dan die 1-3 snel erachteraan. En dan ben je een beetje bang dat die wedstrijd een beetje doodbloedt. Dus daarmee hebben we wel geprobeerd om nog wat te wisselen. Om een beetje nieuwe dynamiek in die wedstrijd te krijgen. Iets opportunistischer te gaan spelen. Met Sian Fleming erbij in de spits. En ja, wel bewust gekozen om nog niet allemaal te wisselen. Want dat was zoiets van, nou, stel dat we nog een 3-2 maken. Dan kunnen we nog een spits brengen met Etienne. Nou, dat gebeurde gelukkig. Dat is dan ook een beetje geluk wat je nodig hebt met die 3-2. Ja. Goeie goal, Moussama. Ja, zeker. Ja, zeker een mooie goal. En dan wordt het helemaal opportunistisch. En dan valt die 3-3 ook nog vanuit. Dat is dan weer mooi. Een hele goede actie van Etienne Villiconia die voorzetje geeft. Dus ja, dat is dan wel mooi dat je daar een beetje op stuurt. Maar goed, een beetje geluk heb je er wel bij nodig. Ja, ik denk een hele goede actie van Etienne die er goed in komt. En ik had het idee dat de enige mogelijkheid waar die bal voor kon komen was daar. En daar kwam hij ook. En toen was het afronden. En zo'n jong elftal, hè? Dat speelt er nog op maandag. AX1 speelt tegen Spakenburg woensdag. Ben je dan gedurende de week nog bezig met de tegenstander? Dat je denkt van met welke spelers komen ze? Ja, zeker. Alleen je weet ook dat je dat van tevoren niet weet. Dus je houdt je eigenlijk vooral bezig met de manier waarop ze spelen. En dat is eigenlijk
met alle spelers wel hetzelfde. Alleen de ene speler heeft bepaalde kwaliteiten die de andere maar niet heeft of anders heeft. Dus daar hou je wel mee bezig. Maar het is altijd wel een verschil of een topper meedoet, om zo te zeggen. Of een hele jonge topper, bij wijze van spreken. Want het zijn allemaal topspelers. Ja, en hink je dan nog op twee gedachten? Punt koesteren of op jacht naar de 4-3? Op het moment dat we de 3-3 maken, gaan we denk ik op zoek naar de 4-3. Dan krijgen wij nog 1-2 momentjes uit de counter. Toen heb ik wel gezegd, oké, boys, hou maar eerst gewoon even die 3-3 vast. En dat prioriteit 1. En dan kijken we daarna wel of we naar die 4-3 nog kunnen. En bijna dacht ik nog dat het gebeurde toen Randy eruit kwam. Maar het mocht helaas niet zo zijn. En nu op naar volgende week, Cambuur thuis. Ja, dat is dan nu weer de koploper, toch? Dus dan gaan we die weer even punten pakken. Ik zei net ook al tegen jouw collega's. Vooraf kreeg ik al de vraag van dat we nog niet hadden gewonnen van teams die boven ons staan. Of in dat rijtje waar we bij willen horen. Nou, dat is vandaag weer niet gelukt. We mogen wel blij zijn met een punt. Maar dan moeten we volgende week van Cambuur maar proberen te winnen. Veel succes daarbij. Dankjewel, hè.